Het experiment met soepelere bezoekregelingen in verzorgingshuizen pakt goed uit. Bij het Hof van Bethanië in Mierlo zijn ze tevreden met de resultaten. We hebben sinds deze week de bezoekregeling verruimd. Dus in plaats van die ene bezoeker mogen er nu 4 vaste bezoekers. We hebben de tijden ook wat losgelaten. Dus mensen hoeven niet per se meer op afspraak te komen. Maar er zijn tijdsblokken waartussen ze kunnen komen. Dus dat zijn al grote verschillen. En ze mogen natuurlijk buiten gaan wandelen. Dat was in de proefperiode nog niet. Het Mierloze Woonzorgcentrum deed mee aan een proef om de bezoekregelingen voor ouderen te versoepelen. Het verzorghuis mocht meedoen aan de proef omdat hier geen enkele coronabesmetting is gevallen. Het was een superkort dag natuurlijk. We hebben heel veel in een hele korte tijd moeten doen. Dus het was echt voor de medewerkers heel erg aanpoten. Maar juist doordat die voorbereiding dus zo goed was, ja, liep de eerste dag echt heel rustig en was alles onder controle. Dus we hebben de landelijke richtlijnen gewoon strikt opgevolgd. En dat maakt ook wel, denk ik, dat er juist zoveel rust heerst en dat, dat het juist zo goed loopt. De proef is succesvol verlopen en dat is goed nieuws voor de bewoners, maar ook zeker voor de familie. Mijn oma is een van de bewoners hier op Hof van Bethanië. En door de versoepeling van de maatregelen mag ik eindelijk op bezoek komen. Wel is er een speciale looproute gemaakt die buiten omgaat. Moeten mensen grondig hun handen wassen en moeten mensen een mondkapje opdoen als je niet kan garanderen dat je 1,5 meter afstand houdt. Mijn oma knuffelt me gewoon graag, dus ik doe uit voorzorg een mondkapje op. Ja? Gaat goed? Ja. Ja? Met mij bedoelen. Ja. Ook de verzorgenden zijn blij met het succesvolle verloop van de pilot. Nou, voor de mensen is het helemaal geweldig. Hè? Ik bedoel ook voor het welzijn, dat ze hun familieleden weer zien. En levende lijven. En dat we niet meer hoeven te skypen en zo. Ja, dat was natuurlijk een hartstikke mooie uitkomst. Maar live is toch wel prettiger. Ja. Voor mijn oma betekent dit dat ze weer in een iets normaler ritme komt. Ze mag weer bezoek krijgen en er is meer reuring op de afdeling. Het verschil is dat ze dus weer contact met elkaar kunnen hebben. Hè? En gewoon eens weer een gesprekje kunnen doen. Vragen hoe het gaat. Daar heeft heel veel belang voor de bewoners.